zou het zijn met de winnaars van 2008? In deze aflevering ga ik langs bij 2way Radio, Fabiana Dammers, Appleskal en Emmo en Bracco. Het is nu 2009, bijna een jaar later. Is de lijn doorgezet? Ja, we hebben in oktober 2009 hebben een nieuw album uitgebracht, genaamd Koester. Op mobracco.nl kun je het album gewoon bestellen en de t-shirtjes ook. En we hebben ook een release party gegeven in de Bitterzoet. Het was redelijk goed gevuld, bijna uitverkocht. Dus 2008 een album uitgebracht, 2009 een album uitgebracht. We gaan gewoon verder met onze ding. Ja, het gaat heel goed. En natuurlijk met name sinds vorig jaar, december. Dus ik ga gewoon lekker door. En ik heb mijn tweede EP opgenomen dit voorjaar. En begin volgend jaar ga ik bezig met mijn album, mijn debuutalbum. Dus alles loopt lekker. Alles gaat zijn gangetje. Nou, gaat heel goed. We timmen nog steeds aan de weg. Een jaar is wel een beetje kort om dan een beetje terug te komen als de jongens die het hebben gedaan. Maar ja, wij zijn nu wel bijna heel erg ver met het tekenen van de platendeal. Vorig jaar won je de grote prijs, Dance Producer. Dan krijg je ook €5.000. Wat heb je daarmee gedaan? Mijn studio wat geïnvesteerd. Laptopje gekocht, geluidskaartje. Gewoon allemaal spullen voor in mijn studio. Naast nieuwe spullen die je hebt kunnen kopen door het geld, wat heeft het nog meer opgeleverd? Het winnen van de grote prijs? Ja, publiciteit, geld, nieuwe inspiratie. Veel optredens, veel promotionele dingen en publiciteit. Het is wel heel erg lekker voor je zelfvertrouwen. Dan weet je dat je toch wel goed bezig bent, zeg maar. En publiciteit ook, want je staat opeens in de spits en in de metro en dat had je daarvoor waarschijnlijk nog niet gehad. Een extra bevestiging dat je goed bezig bent. We zijn ook aangesloten bij een boekingskantoor, Missing Link. Die heeft ervoor gezorgd dat we wat professioneler bij de poppodia werden vertegenwoordigd. Meer gigs als het ware, omdat je toch wel de grote prijs van Nederland op je cv hebt staan, nemen mensen je wat serieuzer. Het heeft ook zijn naam natuurlijk opgebouwd in alle jaren, dat je ook makkelijker toegang krijgt tot bepaalde podia en dat je, het heeft zeker wel bijgedragen en zonder was ik natuurlijk ook wel doorgegaan en dan had ik ook even goed wel hiervoor gegaan, maar ik denk dat het met de grote prijs, het winnen daarvan, dat het gewoon versnelt en dat dingen makkelijker ook worden. En dat heeft gewoon enorm geholpen. Wil je meer weten over deze oud-winnaars, dan kun je ook kijken op de site groteprijsvan.nl. Dit was Grote Prijs TV. Ik spreek je later. Dag.